zijn voor een Duitse Riesling gegaan. Omdat dat een hele mooie, frisse wijn is die mooi bij die Aziatische keuken past. Het is een wijn die zowel mooi in zijn zuurtje zit, maar links en rechts ook een kleine zoete toets heeft. Wat heel mooi is bij die Aziatische keuken. En dat zullen jullie allemaal wel proeven. De chef hier heeft de gouden medaille gewonnen in China voor een hele speciale soep die je zelf mag ontdekken. En waar we gaan mee beginnen. En ik denk dat mevrouw Wu en meneer en iedereen mij ook een plezier wil doen. Maar we gaan dan naar de gelakte eend met de flensjes. Wat denk ik ook fantastisch zal gaan bij deze Riesling. Ja, want de eend past heel goed met deze wijn. Fantastische toffe Riesling die we gevonden hebben. We hebben er veel getest. En toen waren we overtuigd, deze moet worden. En tot mijn grote vreugde waren we het daarover eens, mevrouw Wu. Dus zijn we zeer blij dat we hem hier hebben mogen serveren vanavond. Jullie zullen zien, kijk ook eens goed naar de fles. Je ziet de hele huisstijl van Wok Dynasty zoals we die al jaren kennen. En ook overal zullen zien. En op een of andere manier blendt die fantastisch mooi met de huisstijl van Wijn Ornelis. Op Wok Dynasty en op deze mooie samenwerking. We gaan allemaal proeven. Als ik bezig ben. Dat is lekker, hè? Dank je. Ja, dat is goed. Ja? Mama drinkt zo weinig alcohol. Hè? In tegenstelling tot haar zoon, jammer genoeg. Ik bedoel mijn broer, hè? Wil je een beetje hebben? Oh ja, dat man. Dank je wel. Dag Sven. Goedendag. In een mooi gezelschap naast u. Mevrouw Wu, ja, uiteraard. Super. Het heeft zo zijn reden dat jullie hier samen zitten. Ja, inderdaad, want we hebben vanavond een eigen wijn voorgesteld voor Wok Dynasty. Ja. Is die samenwerking tot stand gekomen? Maar we kennen elkaar al lang, mevrouw Wu. Heel lang. Heel lang, ja, ja, ja. Kan u daar iets van kwijt? Ja, uiteraard. Toen ik in Leuven studeerde, rond mijn 18e, 20e, maar ondertussen ook al, ik kijk nu recht in de camera, zeker 10 jaar geleden is. Hè? Langer bedoel ik. Had mevrouw een fantastisch restaurant op de Oude Markt in Leuven. Hè? Ming Dynasty. Ming Dynasty. En dus veel van de lekkere dingen die we nu vandaag eten, kon je daar al proeven in Ming Dynasty. Dus, en ik was daar trouwe klant. En nu zoveel jaar later is het plezant om hier in Locristi een Wok Dynasty te hebben. Waar je echt fantastisch lekker kunt eten. Prijskwaliteit top, top, top. Waar je woonde in Locristi? Ja, hier een paar honderd meter verder. Maar daar moet je niet te veel reclame voor maken voor waar ik woon. Hè. En nu hebben we inderdaad de samenwerking, hebben een wijn geselecteerd voor hier, voor Wok Dynasty. Niet alleen hier, maar voor de 7 restaurants. Ja. Hoe gaat die wijn dan samen met het Chinese voedsel? Ja, we hebben een Duitse Riesling geselecteerd. Omdat wij vinden dat dat eigenlijk echt past bij de Aziatische keuken. Het is nogal hoog in de zuren, maar ook in de restsuiker. En die combinatie zorgt voor een mooi evenwicht, denk ik, met de Aziatische keuken. We hebben samen geproefd en we zijn hier tot de conclusie gekomen dat dit de mooie is om hier te serveren. Ooit gedacht aan een eigen wijngaard ergens in Italië? Ja, maar rustig, hè. We zijn nu verdeler van wijnen. We hebben ondertussen 11 wijnen die je op wijnornelis.be kunt kopen, waaronder een mooie wijn hier uit Locristi, van onze goede vrienden van Nobel. En we hebben die nieuwe wijn eraan toegevoegd die alleen maar hier te drinken en te koop is. Dus ja, beetje bij beetje, het verhaal om een eigen wijngaard te starten, dat is toch wel een stukje complexer. Dus eerst wandelen en dan misschien ooit lopen. Dan word je een wijnboer. Dan word je een wijnboer, ja, inderdaad.